Dit hier is onze eigen foodtruck en vandaag nemen we je mee naar ons tweede foodtruck evenement. Dit evenement is in Drenthe en daarom moesten we al vroeg uit de veren. Het is iets over vijf en we gaan naar het event. Naar Assen! Hey. Hoe heb je geslapen? Kort maar krachtig. Het nadeel van dit evenement is wel dat wij nu 3 uur heen moeten rijden en dan ook weer 3 uur terug. En als eerste moeten we onze prachtige trailer even ophalen. Daar staat die, onze baby. Die gaan we de knaker weer mee verdienen vandaag. Jij hebt nog nooit gedaan, hè? Echt wel. En na nog wat kleine voorbereidingen vertrekken we op deze mooie zaterdagochtend voor een rit van 3 uur naar Drenthe. We staan vandaag 1 dag in Assen tijdens een hardloopwedstrijd. En gelukkig komt onze goede vriend Pieter ons helpen met filmen. Hey Pieter! Hey, hoe is het? Lekker. Fijn dat je vandaag even wil helpen filmen, want vorige keer ging het helemaal mis. Ja, iedereen echt super bedankt voor alle leuke reacties op de vorige video. We lezen echt alles. En mocht je dit nou leuk vinden, vergeet dan niet te liken en te abonneren. Want we hebben bijna 100.000 abonnees. We zijn open! Nou, top. Gelijk aan mijn klant. Ja, ik zag hier op Instagram. Oh, echt? Ja, ik kan het proberen. Wat leuk. Ik neem die met Pieter afgemaakt. 2 keer? Ja. Het is nog niet zo heel druk, maar de eerste bestellingen komen gelukkig wel langzaam binnen. Mag ik 1 pasta rond die salami pikante en 1 pasta rond die spalacotta alsjeblieft? Ja, tuurlijk. Nice. Weer eentje dan. Hoppa. Hoe lang gaat het nog duren? 5 minuutjes. Mag ik er eentje met van? Ja. Hadden jullie al betaald of nog niet? Nee. Dankjewel. Geen idee hoeveel geld het is, hè? Best veel. Elk muntje is 1,5 euro. Ja, dit evenement werkt met muntjes van 1,50 euro per stuk. En veel van jullie gaven ons de tip om ook drankjes te verkopen. Maar dat mag meestal niet, omdat het bijna altijd door de organisatie zelf wordt gedaan. Welke wou je? Classic, hè? Ja, 2 keer classico. 2 classic? Yes. Ping, 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 ping. Ja, nou, dan nog even zo'n lekker stukje deeg voor mij. Ja, tuurlijk, Bram. Maar vind je het wel leuk, of niet? Ja. Ik vind het heel leuk. Ik heb altijd gezegd dat dit een droom was. Is. Is. Nee, ik vind het machtig mooi, joh. Lekker met de mensen, lekker eten maken. Nou, daar hou ik van. Het enige ding is, het vorige evenement hadden we de truc open gedaan en toen stond er gelijk een grote rij. Nu doen we de klep open, staat er helemaal niemand. We dachten, we gaan nu voor een festival waar mensen Panzerotti niet kennen om te kijken hoeveel we hier kunnen verkopen. Kennen jullie het gerecht? Nee. Waarom heb je dan besloten om het wel te nemen? Nou, ik vond de ingrediënten die op de lijst staan, die spraken me wel aan. Dus dat is de reden. Nee, ik heb het nog nooit gehad, dus ik ben heel benieuwd. Ik ken een gerecht niet, nee. Ik krijg geen dubbel gevouwen pizza, nee. Ja, dit is Tony, de eigenaar van dit foodtruckfestival. En zijn vrouw vroeg ons om hier te staan. Nou ja, gewoon leuk, joh. Ik weet best wel als je net begint dat je erg een leuk festivaletje best moeilijk is om ertussen te komen. Ja. Dus vandaar dat ik die jongens tenminste in mijn vraag gevraagd heb. Anders ga ik met de eerste kijken, dat is ook niet te doen. En terwijl wij lekker aan het doorbakken zijn, vragen we aan onze klanten wat ze nou echt van onze Panzerotti vinden. Echt bijzonder lekker. Ja? Dat is echt serieus heel lekker. Nou, er zit gewoon liefde in, dat proef je gewoon. Prijs-kwaliteitsvergelijking is ook goed. Is het niet te duur? Nee, ik ben 9 euro kwijt geloof ik. Ja, we verkopen dit evenement 3 verschillende soorten en dit zijn de prijzen per soort. Nee, valt echt wel mee. Oké, okay, fijn. Ja, neem ik serieus. Als jullie dit gerecht niet kenden en hiernaast zie je een frietkraam staan waar je voor 3 muntjes een frietje kan bestellen. Wat? Of zou je hier dan ook heen gaan? Ja, dit ken je niet. Dit is spannend. Dit is iets nieuws. En dan wil je het uitproberen. Dit nodigt meer uit. Ik ga iets eten wat ik nog niet gehad heb. En daar ben ik benieuwd naar. Als ik 5 bier op heb, ga ik wel patat halen. Maar denk je dat de mensen in Assen ook zo zijn of niet? Nee. Dames, jullie Panzerotti is klaar. Eet smakelijk. Ja, ja, we zijn heel erg benieuwd wat jullie ervan vinden. Oh, lekker. Het is een soort van Italiaanse pizza, maar ook weer net niet. Want dat deeg is heel lekker knapperig. Ik vind het heel erg lekker. We gaan het proberen. Perfect. Je proeft wel dat de ingrediënten vers zijn gemaakt. En je proeft de liefde. Het is echt... Heel lekker, heel lekker vers. Ja, dit wordt 2 al. Dit is wat anders dan de standaard friet en snacks, dus en het beviel goed. Super. Je neemt een paar happen en dan kan je de vulling zien. En dan moet je het een beetje omhoog knijpen de hele tijd. Zodat je elke keer een beetje vulling en een beetje deeg hebt. Cheers. Cheers. Ja, lekker. Goed deeg. Deeg is goed op smaak. Lekker knapperig natuurlijk. En de vulling is heel goed op smaak. De tomaat is niet te zuur. Heel lekker. Ik heb veel dingen in mijn leven gegeten, maar dit is denk ik het allerlekste wat ik ooit heb gehad. Uitkijken, het was heel erg heet. Ja. Ben nu benieuwd wat je ervan vindt. Heel lekker. Hij is heel lekker, ja.
Ja, heerlijk. Lekker smaakvol broodje. Maar het smaakt mooi. Heerlijk. Ja, ik heb de serie gekeken elke aflevering. Dus ik was wel heel benieuwd. Toen ze hier stonden naast, dan wist ik wel. Ja, dat moet ik even proberen. Mensen, dit is heerlijk. Mooie video's. Lekker eten. Abonneer op Crappy. Waar is Pieter eigenlijk? Gast, die staat toch gewoon te pilsen? Ja, zeker. Inmiddels is het aardig druk op het festival. Mensen zijn aan het genieten. Er staat een volkszanger hitjes te zingen. Dus sorry voor de slechte audio van deze video. Maar helaas is het bij onze foodtruck niet zo druk. Bij de frietkraam staat een dikke rij en bij ons staat helemaal niemand. Hoe kan dat nou? Waarom heb jij voor patat gekozen in plaats van voor pan gerookt? Omdat ik gierig ben. Ik dacht, dit is goedkoper. Is dat het echt? Ja. 9,50? Ik denk dat dit ook wel echt het allerslechtste is wat je kan hebben. Hele goedkope concurrentie met patat en snacks. En mensen komen hier niet echt voor de foodtrucks, maar voor de 4ML. We hebben het ook gewoon gedaan om te kijken hoe is het om zo'n evenement mee te draaien. En daarbij, het is maar één dag, we moeten er 6 uur rijden in totaal. Ja. Het enige wat mee zit is het weer. Eén ding hoop ik, dat we geen verlies draaien. Nou, dat hoop ik. Oh. Zo, het evenement is nu 5 uur gaande. Ja. En we hebben 36 panzerotti's verkocht. Ja, dat gaat nog niet zo hard als gehoopt. Vorige keer hadden we 50 in een half uur, denk ik. Hé, hey Bram, ik dacht dat we het samen deden. Ja, ik was even plassen. Ja, maar nu dan? En nu kom ik weer terug. Hoeveel bestellingen hebben we dan? Nul. Dus het werd tijd om wat te veranderen. Ik heb een idee. Laten we de prijs goedkoper maken. Ik vind dat een goed idee. Het is nu 5 muntjes voor een classic. Dat is 7,5 euro. En 6 muntjes voor een salami en met ham. En dat is 9 euro. Wat zeg je, mama? Vind je het te duur? Hooguit 5 euro. 5 euro? Gaan we failliet. Ja, mensen die komen wel kijken en die kijken naar onze menukaart en dan vinden ze het te duur. Vorige evenement, niemand die klaagde daarover. Iedereen vond het een goede prijs. Maar ik denk toch dat het een beetje ligt aan waar sta je. Ja, hier is het blijkbaar te duur. Dit is een dieptepunt in onze voetbalcarrière. En niemand mag kijken nu? We moeten het snel doen. Zo. Nou jongens, actie. Happy hour. Wie maakt me los? Panzerotti. Kijk, weet je wat ook wel interessant is? Dat we een hele strenge HACCP-lijst moeten doornemen. Dat is voor alle hygiëne, de controle. Ze kunnen hier letterlijk nu langskomen van de NVWA. En dan kunnen ze het pasje laten zien. En dan komen ze gewoon in één keer in je foodtruck. En dan gaan ze alles controleren. Temperatuur, hoe zit het met het vlees? Hoe heet is de friteuze? Want die mag maar maximaal 175 graden. Dus dat moet je allemaal bijhouden in een document voor als ze komen. En we hebben echt verhalen gehoord van foodtruckers. Dan was het druk en dan kwamen ze gewoon binnen van ja, laat maar zien, meet het maar op. En als je dan niet dit op orde hebt, dan krijg je echt een flinke boete. En dat willen we niet. En gelukkig lijkt de prijsverlaging te werken. Het begint nu veel drukker te worden. Hoi. Klassica. Het zijn 4 muntjes. Zit jullie een muntje? Dan moeten we even gaan opletten weer, ook met dit dan. Ja. Nog 2 bolletjes. Ja. Wat dus heel lastig is, als er te veel gelijk gebeurt, dan moeten we echt heel erg concentreren. Want ze lijken in de friteuze allemaal hetzelfde, maar we hebben 3 verschillende soorten. Dus als we niet goed opletten, dan gaat het echt allemaal kriskras door elkaar. En dan serveren we verkeerde panzerotti's aan mensen uit. En dat kan heel gevaarlijk zijn voor iemand die bijvoorbeeld of vegetarisch is of is allergisch is voor een speciaal ingrediënt die weer in die zit. Wie heeft ook nog een zaal idee? Ja. 531. Alsjeblieft, eet smakelijk. Kijk uit, het is heel heet hoor. 532. Alsjeblieft, kijk uit, het is heel heet. Eet smakelijk. 533. Ze hebben alles genummerd op vanaf 500, zodat het klinkt alsof ze al heel veel verkocht hebben. Maar eigenlijk hebben ze dus maar 33 verkocht. Dus hebben ze gewoon een 500 gezet. Ik ben echt blij dat het nu even iets aan het doorlopen is. Welke wil je? Ik heb maar 4 munten, dus ik kan er maar één, hè? Ah, ja, als je eentje andere wil, mag ook nog. Oh, die salami pikant staat binnen. Ja, dit is niet slim, hè? Ja, klopt. Wat heeft Daan gedaan? Hij had maar 4 muntjes. En nu? Heeft hij geen panzerotti? Nee, nu krijgt hij van mij de salami. Wat ben jij ook een goede businessman? Ja, ik. Niet normaal. Daarom heeft hij ook altijd verliezers in video's. Wie kan ik helpen? Panzerito Francisco. Ja, dat mag. Top, dankjewel. Bram, hoe lang duurt het? 8 minuutjes. 8 minuutjes ongeveer. Ik koop dit groene t-shirt. Wil jij nou onze serie ook supporten en flaneren in een van onze vette t-shirts? Kijk dan even op papidipanza.com.
Helaas nam de drukte ook alweer snel af en toen gebeurde ook nog het volgende. Hey, hallo. Ik had net 6 munten betaald en nu zijn het 5 munten. Oh, ja. Ja, ik kon net mensen die stonden daar, die zeiden ik heb voor 5 munten gehaald. Ja, dat klopt. We hebben het iets goedkoper gemaakt. Dus hier heb je een muntje terug. Ja, dat vind ik heel lekker. Alsjeblieft. Alsjeblieft. Het evenement is inmiddels bijna afgelopen en het wordt steeds rustiger. Nou, Bram, het is 7 uur. Afgelopen. Nog 2 dingen. Opruimen. En het geld tellen. Het allerleukste van de dag. Hoeveel uur heb je er dan gemaakt? Nou, we stonden om 5 uur 's ochtends op. Dus reken maar uit. 14 uur nu. 14 uur, ja. En we moeten nog 3 uur terug. En nog 1 uur opruimen. Dit is de droom, bro. Ja, de dag zit erop. En we zijn vandaag open geweest van 12 tot 7 uur. En dat betekent dat het tijd is om alle muntjes te tellen. Maar toen werden we ineens afgeleid. Boys. Ja. In kader van feedback ook nog eventjes. Ja, hoi. Hoi. Ik liep hier langs en ik dacht, oh, superleuk tentje. Maar ik kon niet lezen wat op het bordje stond. Van wat het was? Toen ben ik helaas gewoon een heel oer-Hollands en frikandel gaan halen. Hier. Oh nee. Ik mis de kans. Ja. Dus hoe zou je het dan voor je zien? Maar, ja. Ja. Ja, dat gaan we doen. Ja, zou ik echt doen. Dat is goede feedback. Ja. Want jullie zagen echt superleuk. Ja, goed om te weten. Dat is goede feedback. Ja, daar gaan we wat mee doen. Wat vind je van de jongens? Oh. Ja. Dus nu 45. Ja. Dus 490 muntjes. Ja. Ja? Ja. 490 maal 1,50. Ja, wat vind je ervan? Ja, ja prima. Nee, ja, moet natuurlijk wel die 50% vanaf. Ja. Dan blijft er 6,24 over. Nou, dan kunnen we de reiskosten trekken. We hebben ons best gedaan. Ja. Ja. Maar ja, je hebt wel weer open ervaring. Ik verwacht dat ze niet zo verkopen, man. Ik ook. Of gehoopt. 625 euro sta je dan de hele dag. 5 uur opgestaan, voorbereidingen, schoonmaken nu. Dus we moeten nog naar huis. Dus 625 euro hadden verdiend, dan vond ik het wel prima. Maar alle kosten moeten er nog af, dus dan komt het op nul. Ja, dan is het nog niet zo rooskleurig als het eerste evenement. Ik denk dat dit ook een les is en we moeten gewoon doorgaan. We gaan niet opgeven, nooit. Nee, opgeven gaan we zeker niet. Wij hebben grote dromen met onze foodtruck en dit hoort er ook gewoon bij. Uiteindelijk leren we hier ook weer van. In de volgende video gaan we dieper in op de huidige kosten en opbrengsten en ons plan met de foodtruck. Dus als je dat wil zien, vergeet dan niet te abonneren. Bedankt voor al jullie toffe reacties. We lezen ze allemaal. En tot de volgende keer.